Eerst was er niets en toen ontplofte niets. Dat heet de Big Bang, de oerknal. En het niets, dat was plots iets. Eerst was iets dood, maar toen ging het leven. Dat heet abiogenese. En dat dood iets werd toen een levend iets. Dat leven werd een amoebe, een vis, een kikker en een hagedis. Een primaat en dan een aap en tenslotte een mens. Zo was het verhaal naar hun wens. Ach Heere, ach Heere, hoor hoe uw schepping zucht. En toon ons uw erbarmen, we blijven kijken naar de lucht. Dat moet ons hart verwarmen. Toen ging men alles mengen, plant met plant en dier met dier. En ook dier met mens. Het is niet gedaan, er komt een transhuman. En dat heet dan vooruitgang. Hoe ver zullen ze nog gaan? Kinderen worden gedood, nog voor ze deze wereld kunnen zien. Ook dat heeft een naam, het heet gezinsplanning. Nutteloze eters worden gedood, als men genoeg van hen heeft gezien. Dat heet menswaardige levensbeëindiging. Ach Heere, ach Heere, wij verlangen zo naar u. Heere, wil ons komen halen. Heere, kom toch nu, wij willen uw aangezicht zien stralen. In de naam Gods pleegt men de ergste gruweldaden. Een kind wordt uit zijn moeders buik gesneden. Een kind wordt gebakken in een oven. Dit is echt wat ze deden. De sadisten worden voor gruwel beloond. En hen wordt de medelijden betoond. Steeds meer landen geloven de leugen. Hier kan niets meer deugen. Ach Heere, ach Heere, hoor hoe uw schepping zucht. En toon ons uw erbarmen, we blijven kijken naar de lucht. Dat moet ons hart verwarmen. Verlangen zo naar u, Heere, wil ons komen halen. Heere, kom toch nu, wij willen uw aangezicht zien stralen. Maranatha, Maranatha.